Vooral de Stories Collection. Goh, het is niet de eerste keer dat Fender hierin een gitaar uitbrengt. Hè. Denk zeker aan de Nile Rodgers of de Eric Johnson gitaar. Het zijn eigenlijk altijd heel, heel goede gitaren gespekt naar wereldberoemde artiesten. En gitaren die eigenlijk wel ja, een serieuze impact gehad hebben op de muziekindustrie. Denk dan aan Nile Rodgers van Chic of Eric Johnson. Zijn toch niet de minste. En Michael Landau is misschien niet echt de superbekendste, maar heel veel gitaristen kennen hem natuurlijk, want hij is een van de meest gekende sessiegitaristen ter wereld. Jawel, deze man is echt verantwoordelijk voor duizenden nummers waar hij op heeft meegespeeld. En denk dan aan echt de top grootste namen uit de muziekwereld. Michael Jackson, Celine Dion, Rod Stewart, Joni Mitchell, Pink Floyd, noem maar op. En hij heeft ook zelf zijn eigen bands al gehad. Als een beetje een zijproject. Hij is voornamelijk een sessiemuzikant. Nu, hier staat ze dan. Dit is de Coma Stratocaster. Het is echt een... het is een Made in USA strat die echt... Ja, een beetje extra aandacht heeft gekregen. Want deze Coma Strat is eigenlijk een exacte replica van de Coma waar Michael Landau nu op speelt. Nu, het is niet de eerste keer dat je een Michael Landau instrument ziet. Het meest gekende is natuurlijk de Michael Landau Custom Shop. In Fiesta Red of Black heb je hem ook, denk ik. Het is echt ook een van de betere custom shops die je kan krijgen. Momenteel heel moeilijk te krijgen, maar wie weet komt hij nog eens uit. En hij heeft eigenlijk al verschillende instrumenten op de markt gebracht met merken. Zeker met Fender, ook een amp, onder andere met Sur. Dus noem maar op. Maar deze is eigenlijk heel speciaal en daar zit een heel klein verhaal achter. Zijn originele Coma, waar hij nu nog altijd op speelt, is een 59 Stratocaster die hij gekocht heeft in 1974. En hij heeft eigenlijk... Die gitaar was toen al gemodifieerd. Er waren al een aantal dingen, nieuwe elementen en dergelijke. En hij is dat eigenlijk blijven doen. Tot zelfs in de jaren 80. Ook zeer grote fan van Van Halen. Heeft hij zelfs een Floyd Rose Bridge in die body. En je ziet hier, dit is eigenlijk de uitsparing nog van die Floyd Rose. Dan terug, hup, een andere brug. Andere elementen, noem maar op. Maar zo is ze dus eigenlijk vandaag. Dus dat wil zeggen een older body. Nog altijd eigenlijk gespekt naar de 59 Strat. En je hebt hier eigenlijk twee Fender Ultra Noiseless Pickup Single Coils. Goh, ja, die zijn eigenlijk echt supergoed. Die zijn echt supergoed. En hier heb je nog een hele vette humbucker in de bridge. Wat moet je eigenlijk nog meer hebben? Oorspronkelijk was dit een Dakota Red body. Maar ja, zoals je kan zien, de alder zit er eigenlijk... Ja, zo goed als door. Dus die is enorm faded. Het is ook een nitro lak die erop zit. Dus die gaat heel mooi mee agen terwijl jij erop blijft spelen. En je ziet hier natuurlijk ook achteraan, hier op het slagplaatje, de Coma. En mocht je de gitaar van Michael Landau nu zien, hij heeft eigenlijk die naam bedacht, Coma. Ze waren eigenlijk aan een naam aan het denken. En ja, in een of andere dronken toestand is de naam Coma eruit gekomen. Heeft hij die zelf met een stift opgeschreven en nog wat stickers. En die krijg je er eigenlijk ook bij. Je hebt hier zelfs een soort van schema van Fender gekregen. Hoe je eigenlijk, als je echt exact de stickers op dezelfde plaats wil plaatsen, dat je dat kan. En dan heb je hier heel wat case candy natuurlijk. Onder andere hier de Coma sticker, die zou dan ongeveer hier komen, zoiets. Maar je hebt natuurlijk ook nog de sterren die erop staan. Even zoeken naar de sterren. Hier is er al eentje. Maar je hoeft dat natuurlijk ook niet te doen. Hè. Dat staat je eigenlijk vrij. Dat vind ik wel leuk dat Fender het niet verplicht doet. Dus vind je het gewoon zo mooier, ja, dat is eigenlijk ook goed. Dus dat is heel wat leuke case candy. Je hebt ook een hele mooie custom strap van Fender. Voilà, dat zit er dus eigenlijk allemaal ook in. En check absoluut die heel mooie case. Die heel mooie tweed case met dat goud hier en dan Coma hier in
gestikt. Dus eigenlijk ja, echt super mooi. Een beetje blauw. Eigenlijk nog nooit gezien deze kleur. Dus heel top. Verder heb je hier eigenlijk gewoon een medium, eigenlijk medium C noemen ze. Hè? Dus je hebt eigenlijk de Slim C, zijn zo de nieuwe moderne strats. Dat is het zeker niet. Het is medium C, maar ook zeker niet de chunky, maar zit echt super comfortabel. Het is echt een mooie satinlak ook hier achteraan. Het zit eigenlijk super, ja, super comfortabel en heel resonant. Dus je voelt echt... Je voelt echt mooie trilling hier naar je palm. Is echt super cool. Vintage tuners. Hier achteraan nog de handtekening van de heer Landau. En voilà, zo heb je eigenlijk ja, gewoon een heel speciale gitaar. Ik weet ook niet hoe lang ze op de markt is. Ik weet dat wij bij Bax Music er eentje op voorraad hebben. Dus wil je deze, check zeker de link onderaan in de omschrijving. En dan ben jij misschien binnenkort de trotse eigenaar van deze prachtige 59 Strat. Het is echt een super, super mooi ding. Sowieso. Dus check zeker de link en daar kan je ze kopen. We gaan nog een aantal sounds doen. Die heb je natuurlijk gehoord in het nummer. We gaan even heel clean de neck noiseless pick-up. Dus eigenlijk perfect ook voor iedereen die een beetje noise heeft thuis. Of die echt wel eens... Ja, toch wel een goede pedalboard ervoor wil zetten. Die noiseless pickups zijn echt top. Is echt... This is how you have to do it. 5-way switch, dus de tweede zijn de... Twee single coils. What more do you need? Niks. Wat mij betreft echt, echt niks. Beter dan echt een supergoeie US Strat. En zeker dit, je voelt... Ja, die pick-ups zijn echt gewoon ja, cool. Hè? Geven echt die supermooie Stratklank. Zeer mooie resonante body. Alles tot in topjes, tot in de puntjes afgewerkt. Heel coole, vette humbucker in de bridge. Natuurlijk ook de tremolo als je dat wil. Alles top-notch. En dan heb je deze prachtige Michael Landau Coma Stratocaster. En die kan je dus eigenlijk nu kopen bij Bax Music. Dus check zeker de link in bijlage. En misschien is deze mooie parel met al deze goodies van jou. En dan was ik je er... enorm veel plezier mee en dat zal absoluut geen probleem zijn, want dit is echt gewoon een echte topgitaar. Voilà, dan zijn we klaar hier. Vond je dit een hele leuke video? Geef ons zeker een like, vinden we altijd top. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal en dan zie je heel wat video's passeren van nieuwe en ook soms een beetje vergeten instrumenten. Voilà, er zijn ook nog onze socials en daar is er mij nog één ding te zeggen. Dat is jullie een heel muzikale dag te wensen. Hier vanuit de Bax Music Studio. Mijn naam was Tom. Tot heel binnenkort. Bye bye.